deze muziek op u zal pakken, net zoals hij het dat bij ons gedaan heeft. Het geheel staat onder muzikale leiding van Harm van Bol, voor velen hier geen vreemden, denk ik. En we worden instrumentaal ondersteund door Jos van Bol, broer Jos van Bol, en Annemie de Jong op bassen en fagot. En dat is geen familie. Ik wens u allemaal dat dit concert een heel mooie opmaak mag vormen in de voorbereiding op de kerstfeest en de daarbij behorende kerstviering. Enkele mededelingen van de huishoudelijke aard. U heeft ongetwijfeld de mooie kerststukjes gezien die hier om enkele redenen van het broer en aanhang werden gemaakt. Na afloop van het concert kunt u deze voor een schappelijke prijs kopen. En ik verzeker u, het is een prima prijs-kwaliteitverhouding. Het zou ook heel fijn zijn als u na afloop blijk geeft van uw waardering in de vorm van een vrije gift ter dekking van de noodzakelijke onkosten. Dan moet ik nog even melden in het kader van de nieuwe privacywetgeving, de AVG, dat er foto's en filmopnames gemaakt worden, waar ik ook de kat van iemand op bezwaar zal zijn. Dan op het concert. We hebben ons concert opgebouwd uit drie muzikale blokken, met a cappella muziek, met liederen begeleid op piano, het fagot of dwarsfluit en het solozang. We starten zo meteen met het eerste blok. B-Beat van Ruff Elaine Schwem, begeleid door Jos op piano en Annemarie op fagot. Vervolgens het a cappella werk Gaudete, bekend geworden door de vertolking van de King Singers. En als derde werk, All on a Silent Night, van Becky Sledge Mayo, met piano en fagot. En dan wordt het eerste blok afgesloten met het mooie Ave Maria van Caccini, met als solist onze tenor Huub Joosten, begeleid op piano. Rest mij u om namens ons allen een heel fijn concert te wensen, met mooie momenten van bezinning en heel veel muzikaal kennis. Thank you.
in het bos dat mooie samenspel tussen piano en tussen stem. Thank you.
laat u het verhaal van Sjefke voorlezen. Een prachtig kerstverhaal in het Limburgs, waarin de ware kerstgedachte tot uitdrukking komt. En aansluitend aan dit verhaal zingen wij de vredeswens Pacem van die denker. Vrede die onze wereld zo goed kan gebruiken. Dan volgt Kerstmis Gloria. Het kerstverhaal op meeslepende muziek van Evelien Lachten. En net als voorlied begeleid op piano en dwarsfluit. En ons slotlied is onze wens aan u allen, het welbekende Feliz Navidad. En misschien kunnen we u zelfs een beetje verleiden om af en toe op mee te zingen. Mensen, kent u dan mee verstand, anders kan ik de microfoon aanzetten, maar ik denk dat de ruimte net zo heel gehoord is. Ik kom hier nou toe. Het verhaal wat ik u gewoon vertellen, dat is van Arnold Wasker. Het is een verhaal van een klein jongetje op een school die elk jaar opnieuw een rol heeft. Heel onbeduidend roken in de kerstverhaal en daar opeens, dan vindt er een geweldig muur. Ik heb geprobeerd dat een beetje te vertalen in mijn moeders dialect en misschien verstaan het wel. Mensen, tot mij geen plezier. En luister naar dit verhaal dat zich afspeelde in de jaren 50. Ik zie het weer voor me, allemaal. Kerstverhaal blijft mij achtervolgen. Of alweer ik 100 jaar. Ik blijf vertellen over Sjefke. Sjefke. Immer stond hij klaar om de kleintjes op de school te helpen. Boren helpen kinderen. Sjefke was een goeie lukkes. Hij meende dat hij helpen moest. Ach, hij was te groot voor zijn leeftijd. Wat te dik. Zwaard van Gijs. Hij wou blijven zitten en zo kwam het dat hij het meeste met de kleinste wichter op de speelplaats speelde. Speelde moet ik zeggen. Voor zijn grote kleine Sef wilde de kleintjes altijd zijn hand boven de kop. Sefke met zijn hart van goud. Als eens veel raap je hem op en leep dan met naar de meesters. Die in een kring stond te kallen en zag zijn tronen: meester, het is gevallen. Op die show, zegt gezoord, werd je als gooi traditie het kerstverhaal levend uitgebeeld in het verkennershol. En Sjefke, sterk wie zijn beer, wist onder een laken zijn positie. Op die show, zegt gezoord, werd je als gooi traditie het kerstverhaal levend uitgebeeld in het verkennersroom. Om en Sjefke, sterk wie de beren, maar dat had je dan gezegd. Hij was dat stuk van de ezel. Hij was dat stuk van de ezel waar Maria op laatst nog, daar onder dat laagje zo deed hij. Hoor. En dat deed hij graag Maria dragen. En dacht, ik hoop dat ik niks verprots. Voor kerstdag schoner dan alle dagen. Zong Sjefke, die gooi blus. Zo wordt jaar na jaar goed gegaan en de meester streek Sjefke eens in de bol en zag: ik heb ze lang genoeg krom gestaan, dit jaar kreeg ze een echte rol. Een rol, zag Sjefke die zich eigen. Ik geef er geweldig op verhoed deze keer. Jazeker, zag de meester, dit kreeg ze de rol van haar hier. Ken ik dat? Ik herken dat. En door in dat huksje, daar zit een souffleur. Daar hoeft ze maar op te letten, daar zit hij alles voor. Maar Sjefke, dat oefen je niet. Hij deed de kachel stoken en tommer je met aan het decor. De grote dag was aangebroken. De meester sprak: ook dit jaar gaan wij het kerstverhaal vertellen en je zit voor de eerste keer. Dit wil ik speciaal vermelden voor Sjefke in de rol van haar regeer. En wie in de kast
en ezel zo Maria. Maar dat was het meisje van de derde klas. Zegke, kun je hem goed? Dat was Marietje. Dat laatst gevallen was, recht op zijn knie. En in dat kijkje, wist Zegke, toen stond nog een stukje glaas. En Jozef, hij zag. Zeg, herbergier, heeft u misschien nog een plaatsje hier? Wij moeten nog naar Bethlehem toe. En mijn vrouw is toch zo moe. Ze zal gauw een kindje baren, maar de duisternis is vol gevaren. En we hebben overal gevraagd, maar we hebben telkens weggejaagd. Dus vraag ik herberg hier, is er plaats in deze herberg hier? Het werd stil en Zefke schrikte. Hij kreeg het heid en dacht dat er stinkje. Er is geen plaats, zag de souffleur. Ga weg, weg van mijn deur. Maar Zefke toch, er is er niet bij. Ga weg, zit dat nu hier? Maar Zefke wist niks om te brengen. Hij vond je het zo zielig om te zien. Zef zoog in herinnering alleen maar de verbondje kreeg. En zag, kom binnen. Je kind vanaf mijn kamer kregen, ik schrok wel op de kop. Zelf een ovatie. Hij heeft, hoewel per ongeluk
En ik maak even deel van die rekening gebruik om een paar mensen te bedanken. Allereerst wil ik het doen aan onze muzikale begeleiders, Jos van Pol en Annemarie Jong. Het is voor ons iedere keer weer een klein feestje om met hen te mogen samenwerken. Dan wordt het dan ook aan Marieke Karis Venke en Luc Joosten. Heel veel.